Het is een dag om trots op te zijn. Ja. Dat ben ik zeer zeker. Het is helemaal een bijzondere week eigenlijk wel. Afgelopen week natuurlijk genomineerd voor een Edison. En vandaag een moment waar ik heel lang naar uit heb gekeken. De release van het album. En de bekendmaking van mijn show volgend jaar. In de AFAS Live, 4 oktober. Ik heb natuurlijk vorig jaar het concertgebouw gedaan. Mijn 15-jarig jubileum. Dat was fantastisch. En nu gaan we het een tandje moderner doen in de AFAS. En daar gaan we een spetterende show neerzetten. En er zullen verschillende liedjes van het nieuwe album voorbij komen. Maar ook de ouderwetse nummers die we allemaal kennen. Kom allemaal met mijn armen als jij het gedacht. Noem ze maar op. Wes, ik mag jou namens Energy Music de allereerste exemplaar overhandigen. En is hij al goud of niet? Hij is al goud. Ah, hij is bijna goud. En straks is hij gewoon einde van de dag. Is die plaat hierna. Naar Jeeper Wally. Ja, mijn album heeft hij uitgereikt. Het is ten eerste een onwijs fantastische gozer, vind ik het. En ik ken hem nu al wat jaren. En hij stond wel wat mij betreft bovenaan de lijst om hem uit te nodigen. Want hij is super muzikaal. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dat weet ik wel. Hij is echt muzikaal. Hij is natuurlijk een van de meest grappige mensen van Nederland. Ik heb hem gevraagd om een gastoptreden bij mij te komen doen. En dat gaat hij doen. Maar ja, waarom is dit zo bijzonder? En ik moet je zeggen dat dit het beste tot nu toe is. Kan ik echt wel zeggen. Ten eerste de productie, Hans van Vondelen. Ten tweede de liedjes die ik zelf geschreven heb. Samen met Raymond de Bruin en met Hans. Met z'n drietjes. Gewoon met z'n drieën hebben we een team gevormd. Creatief. Je zit van alles en nog wat staat er op dat album. Dus laat ik het zo zeggen, ook de vrolijke nummers. Maar ook de nummers met die ziel erin. En in mijn beleving staan er gewoon wel 4, 5 singles, misschien wel 6 singles op. En de mensen moeten het maar gaan luisteren, maar dit is echt... En dat zeg ik, de productie, het zit zo fantastisch goed in elkaar. En ik heb ook wel aardig gezongen volgens mij. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan, maar het zijn liedjes allemaal uit mijn hart. Helemaal uit het leven gegrepen.